Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. It has been a hot minute. Maar mijn leven was echt chaos. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het was echt niet gestructureerd. Ik heb niet heel gestructureerd gegeten. Ik deed niet eens weekboodschappen. Ik deed gewoon voor een paar dagen en dan keek ik weer verder. Vond ik absoluut niet fijn werken. Nu heb ik wel voor 5 dagen boodschappen gekocht. Dus echt wel voor een flinke portie vooruit. Ik moest wel naar de Albert Heijn daarvoor. Want de Jumbo had geen bezorgmomenten. En de ophaalmomenten waren pas vanavond tussen 7 en 10 of zo. Zoiets vaags. Of anders donderdag. Toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje te laat. Dus ik ben naar de Albert Heijn om de hoek geweest. Het was €130,89. Wat op zich wel oké is. Het is wel veel voor 5, 6 dagen. Sommige dingen gaan natuurlijk wat langer mee. Maar er waren ook best wel veel dingen die gewoon op waren. Dus alles heb ik onder de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Eventueel linkjes naar de receptjes heb ik ook voor jullie. Vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Als het goed is, is de storm voorbij en kan ik weer wat meer consistenter uploaden. Maar de laatste keer dat ik het zei, ontplofte ook mijn leven. Dus fingers crossed voor me. Without further ado, laten we aan de boodschap beginnen. €130,89 ziet er dus zo uit. Het is echt, voor mijn gevoel, niet zo heel veel. Maar we gaan het zien. We eten een keertje ettersoep. Dus daar hebben we een ettersoeppakket voor. Ik heb daar even carbonaatjes bij gedaan. Want we hadden geen varkenskrabbetjes meer in de winkel liggen. En rookworsten. Ik heb er maar 1 nodig. Maar het was 2 halen, 1 betalen. Deze gaat waarschijnlijk gewoon in de kast. Komt goed. We eten een keertje kipburgers met bakaardappeltjes. En spinazie. Dus dat is lekker. We eten een keertje shawarma. Dat doen we met pita broodjes. En ik heb nog knoflooksaus. Ik heb nog sla en komkommer en zo. Dus dat komt helemaal goed. We eten vegan farfallen. Dat zijn met van die rolstukjes. Van die vegan rolstukjes. Farfallen, courgette, kokroom en tomaten met basilicum. Dat was de aanrader van het recept. Dit is een vegan maaltje. Ik eet niet specifiek vegan of vegetarisch, obviously. Maar af en toe vind ik het wel fijn om zo'n maaltijd in ieder geval minimaal 1 of 2 keer per week tussendoor te doen. We eten een keertje aardappelkroketjes met spersiebonen. Ook hier 2 halen 1 betalen. Dus ik ga gewoon 1 zakje in de vriezer doen. En ik heb nog wel vlees in de vriezer liggen. Ons eten met als we met z'n tweeën zijn. Dus we hebben nog geloof ik wel hamburgers en rundersausijzen. Dus 1 van die 2 gaan we daarbij eten. Ik heb paprika en komkommer en een heleboel sla voor tussendoortjes, voor op de hummus, voor bij de shawarma, dat soort dingetjes. Ik heb extra bolletjes gekocht, want ik heb nog maar, 3 kwart brood. En ik kan morgen pas bij de bakker terecht. Die zijn op dinsdag altijd dicht, dus extra bolletjes voor tussendoor. Boterhamworst, kipfilet en grillworst als beleg. Ook gewoon kaas. Ik heb geen kaas gehaald voor Brooke, want daar heb ik nog een paar pakken van liggen. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb dubbel vla gehaald, want we zijn nog steeds met de logopedie aan het oefenen met dik vloeibaar. Dus dat is handig. Ik heb carpaccio gehaald, ook als tussendoortje, of tussendoortje, lunch voor mezelf. Ik ben vandaag fijn, maar als ik aan het werk ben, vind ik het heel fijn dat we eten. Dat geldt hetzelfde voor Hollandse garnalen. Dus dat was ook 2 voor, nee, ik geloof dat het 1 voor 3,50 was in plaats van €5 of zoiets was het. Dus ik heb er 2 gehaald. Ik heb roomboter gehaald. Ik heb van die kipstukjes gehaald. Die vind ik echt super lekker voor tussendoor. Ook fijn voor die kinderen in hun lunchtrommeltje. Extra proteïne. Het is mild, dus 4 mild kruid. Gewoon lekker om zo te snacken. Crystal Clear Cola Light with Zero Caffeine. Ik heb appeltjes. Ik heb mandarijnen. En ik heb blauwe bessen. Ik heb nog een aantal kiwis en ik heb nog druiven en peren zeker. Alle snoepjes zijn op, dus ik heb van die zure matjes en van die yoghurt. Nee. Kruidcrunch. Oh nee, dit zijn niet de yoghurt. Oh, vlieg. Dit zijn gewoon de mix. Anyway, dat was ook 2 voor €2 volgens mij. Ik heb ook wat chocolaatjes, want omdat ik het niet mag eten, wil ik niet zeggen dat de rest van het gezin het niet mag eten. Ik heb wat extra pakjes drinken gehaald. Ze krijgen sowieso altijd een
fles water mee. Maar dan kunnen ze ook een pakje drinken meenemen. Zakjes chips. Ik doe kleine zakjes. Want als ik een grote zak opeet, dan gaat hij net zo hard op als een klein zakje. En dan kan je daarna stoppen. Ik heb een hele pot met skyr. Dit vind ik echt super lekker om 's avonds nog op te eten. Als ik kinderen op bed liggen, want dan heb ik altijd heel erg veel snijdrang. En dan is het niet heel gezond. Dus soms is het die en soms is het dan deze. Het is echt een hele grote pot. Super lekker met wat fruit of met wat slimpiesiroop. Vult. Dan heb ik voor de kinderen ook een heleboel schoolkoeken. Want ik had geen enkel schoolkoekje meer. Dus we hebben de lange nekken. We hebben de verkade aardbeien. En we hebben de Albert Heijn eigen merk chocoliga verhaal. En voor de koekjesrommel dan lange vingers, want dat vind ik lekker om er eentje van in mijn koffie te doen. Plus dat mijn zwarte wasmiddel op was, dus die heb ik ook maar gehaald. Dus dat was ook de reden waarom het allemaal een beetje duur was. Dus ja, het is zeker voor de komende paar dagen genoeg. We eten trouwens ook nog een keertje friet met snacks, eten we altijd iedere week. Dus daar heb ik nog genoeg van. En we zijn er ongeveer een hele week rond. Al met al is best wel weer behoorlijk wat gesleept met boodschappen, maar ik ben blij dat alles weer binnen is. Dat alles zet ik onder in de beschrijving in wat we ongeveer per dag gaan eten. Vind je dit soort video's leuk? Geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!